Hallo, ik ben Luna Hendricks. Ik ben op mijn 4 jaar begonnen met kunstschaatsen en ondertussen doe ik het al 16 jaar. Als kleine meisje vond ik het natuurlijk heel moeilijk om te schaatsen. Ik ben oneindig keer gevallen op het ijs, maar ik ben altijd terug recht gestaan en verder gegaan. Verder blijven oefenen, want de uitdaging was gewoon zo leuk om al die tricks op het ijs te kunnen leren en doen. En ja, nu, als ik op het ijs kom, ik voel me gewoon vrij. En het is gewoon zo leuk om u over het ijs te laten glijden. En ja, dat is een geweldig gevoel. In 2018 ben ik voor de eerste keer naar de Olympische Spelen mogen gaan. Ik was toen nog maar 18 jaar oud. En ja, dat was een unieke ervaring. En ik mocht die ook samen delen met mijn broer. Want hij ging toen al voor de tweede keer naar de Olympische Spelen. Dus dat was echt een superleuke ervaring. En ja... Nu sta ik er al bijna voor de tweede keer, dus dat is echt ja, super leuk om mee te maken. En net zoals mijn medaille, mijn eerste grote medaille in 2021 op een Grand Prix. En ja, dat gevoel is ook gewoon niet te beschrijven om daar op een podium te staan met een medaille vast. En ja, geweldig. Ik heb een korte kuur en een lange kuur. En ja, de woorden zeggen het al voor zich. De korte kuur is korter. En een lange kuur is lang. Maar wat doen we eigenlijk in deze kuren? Een kuur is eigenlijk ja, een soort dansje of muziek. Maar we hebben heel veel elementen die we daarin moeten steken. Zoals de sprongen in de lucht, het draaien in de lucht, het draaien op het ijs, dat noemen we de pirouettes. Maar ook het schaatsen en ja, dat noemen we de passenserie. En ja, we moeten al die, die elementen aan elkaar laten vloeien door bewegingen. Door het dansen eigenlijk. Mijn lange kuur duurt 4 minuten en 10 seconden. Als je er naar kijkt, dan lijkt het alsof dat het iets van niks is en dat het heel makkelijk overkomt. Maar ja, je moet er gewoon zo hard op werken. En ja, bijvoorbeeld de sprongen heb ik moeten leren bij kwartje per kwartje of een halve toer. En zo steeds maar verder en verder. En met vallen en opstaan, net zoals de pirouettes op het ijs. Je begint te draaien. In het begin kan je amper 1 toertje. Maar ja, als je me nu ziet, ik kan denk ik een stuk of 50 toertjes achter elkaar. Dus dat is, ja, dat is gewoon super leuk om die evolutie te zien. Bij je eerste stapjes op het ijs is het heel belangrijk dat je houding goed doet, je armen opzij gespreid doet, zodat je je balans kan houden en zodat je minder snel gaat vallen. Maar natuurlijk, vallen hoort erbij en dat is helemaal niet erg. Kunstschaatsen is een heel elegante sport. Je ziet er niet uit alsof je gaat sporten, want je bent helemaal opgekleed. Je hebt een mooie jurk aan, mooi opgemaakt, mooie haren. En dat is denk ik ook wel heel leuk aan het kunstschaatsen. Kunstschaatsen is natuurlijk niet alleen voor meisjes, maar ook zeker voor jongens. Als je ziet wat we moeten doen, is gewoon super cool. En ja, om daar als jongen te staan, is gewoon super stoer. Om een wedstrijd te kunnen winnen, moet je zoveel mogelijk punten behalen. Dit hangt ook af van de moeilijkheidsgraad, maar ook van de uitvoering. Dus je moet het zo mooi mogelijk uitvoeren, maar ook heel erg goed. Ik vertrek binnenkort naar de Olympische Spelen in Peking. En ik kijk er echt super hard naar uit om met heel Team België naar daar te gaan. En natuurlijk hoop ik ook om een mooi resultaat neer te zetten. Ik ben er al volop voor aan het trainen.